derde element is sport, topsport in deze avond. Wim Ruska heb jij uitgekozen. Wie was Wim Ruska? Wim Ruska was een voor mijn gevoel, en niet alleen volgens mij, maar volgens velen de beste judoka die wij ooit gehad hebben. Hij heeft altijd een beetje in de schaduw van Anton Gezing gestaan. En hij werd natuurlijk beroemd, wereldberoemd, door in 1972 in München aan de Olympische Spelen mee te doen. En vervolgens eerst een gouden medaille in het zwaargewicht te halen. En een dag na zijn gouden medaille kwam de info van een Palestijnse aanslag op de Israëlische atleten. En vervolgens is zijn gouden medaille die hij in eerste instantie haalde natuurlijk helemaal ondergesneeuwd. En daar komt nog eens een keer bij dat hij toen besliste van ik ga gewoon door. Want ik heb zoveel gedaan om die medaille te halen. En het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar ik wil het toch doen. En het gekke is dat ik dus, om over vooroordelen te praten, eigenlijk jarenlang vooroordelen over deze man heb gehad. En het eigenlijk afkeurde wat hij heeft gedaan toen. Dat hij op de Olympische Spelen bleef na die aanslag. Ja, hij bleef en uiteindelijk, terwijl daar mensen neergemaaid werden, gewoon zijn prestatie voor opstelde. En ik had al zoiets van, dat doe je toch niet, dan ga je toch gewoon naar huis en is er toch geen lol meer aan. Ja. Totdat ik dit interview met Martin Schimek hoorde. En dat heeft mij zoveel respect voor deze man eigenlijk herwonnen, dat interview. En we gaan het zien, dat je het niet weggeeft. Ja. we zien eigenlijk drie delen erin. Ik zat nu even aan jou, maar ik ga aan het kijken, want jij hebt het uitgekozen, dus jij weet het al lang. Maar je ziet een interview met Wim Ruska na zijn hersenbloeding. En je ziet ook een interview met hem voor zijn hersenbloeding. En we zien die plakken die hij haalt. Hè. Ja. Wim Ruska. En dan plotseling, dat was in 1961, hoor je dat er judo bestaat. Want je had een geluk dat op die dek was ook een judoleraar. Juist. Je gaat judoën. Ja. Gezing zet beetje judo op de kaart in 1964. Ja. En jij denkt, wat die Gezing kan, wat die aandacht die hij krijgt, ook. Kan ik ook. Juist. Ja. En jij kon meer. Juist. Want in 1972, want jij moest wachten, in 1968 was de judo niet op Olympische Spelen. Nee. Ja. In een 1964 bij wijze van proef, Gezing wint één medaille. Ja. Jij wacht eigenlijk al die jaren, dus jij hebt getraind vanaf 1961 tot 1972. Tot de 1972, Tijdens de 20e Olympische Zomerspelen in München heeft judoka Wim Ruska ervoor gezorgd dat de Nederlandse aanhang eindelijk reden tot juichen had. In de finale van de zwaargewichten kwam de 32-jarige Amsterdamse judo-reus, die al Europees en wereldkampioen is, uit tegen de West-Duitse Klaus Glahn. De partij duurde precies 1 minuut en 43 seconden. Een tijdsduur waarin de judoka's elkaars zwakke plek proberen te vinden. Maar toen wierp Ruska de Duitser met een flitsende harai-goshi de vijfde heuparp op de mat. De regels van judo dwongen Ruska zich weer even te beheersen tot de partij officieel beëindigd was. De formidabele prestatie van Wim Ruska roept herinneringen op aan de Olympische Spelen in Tokio, toen Anton Gezing Olympisch judokampioen alle categorieën werd. Die titel wil Wim Ruska ook nog halen, maar voorlopig lijkt hij dik tevreden met deze gouden plak. Dan win je jouw categorie. Ja. En op dezelfde dag komt de aanslag van de Palestijnen. Juist. Nou, dit wil ik ook mensen niet onthouden. Hè? Dit wil ik mensen niet onthouden. En ik zal dus mensen laten horen wat je daarover hebt gezegd tegen me 9 jaar geleden. Ja. In de tijd dat ik naar München ging, had mijn vrouw geen jurk meer aan de kont had, hoor. Moet je niet vergeten. Die had niks meer. Helemaal niets. Mijn vrouw, ik ging naar München toe. En ik had mijn eerste medaille al verdiend in München, in het Olympisch dorp. Kwam ik. Toen kwam mijn vrouw s'avonds aan het hek. En die was komen liften naar München. Zo triest was het. Dat was echt heel triest. En toen begon mijn vrouw. Die stond te huilen voor het hek. En ik was Olympisch kampioen geworden. En met die medaille op een gegeven moment kon ik mijn vrouw, als waar het Olympisch dorp binnenhalen. Nou, die heb ik toen naar binnen gehaald. Ik ben mijn kamer ingegaan op een gegeven moment. Mijn vrouw had geen verblijf, geen hotel, helemaal niets. Dus ik heb een bed erbij gezet. Toen kwam de voorzitter van de Nederlandse Judobond, de heer Methorst. Die
tikte op mijn kamerdeur en die zei, Ruska, als je vrouw moet het Olympisch dorp uit. Ik zei, ja, maar ik zeg maar, ze kan nergens slapen. Dan regelen wij een hotel voor haar, zei hij. Ik zei, nou, dat is goed. En inderdaad, s'avonds kwam de secretaris, meneer Luiten. Die boeven die hadden zo bedacht dat ze een chef d'équipe voor binnen het dorp moesten hebben en een chef d'équipe voor buiten het dorp. Mijn vrouw kon niet mee, want het kostte te veel geld. Maar de heren, de hoofdbestuursleiding van de toenmalige judobond, die vonden het nodig om twee chef d'équipe mee te nemen. Omdat ze zelf graag de Olympische Spelen wilden zien. Zo waren de heren bezig. Maar er was geen plaats voor mijn vrouw. Nou, fijn, er werd een zogenaamd hotel werd besproken. Ik kreeg het adres. Ik ging s'avonds om 21:00 naar het hotel. Ik wilde mijn vrouw naar die kamer toe brengen. Toen bleek dat er helemaal niets geregeld was. Dus toen heb ik mijn vrouw weer mee teruggenomen naar het Olympisch dorp. Aan die wacht. Dat was precies op die avond dat die aanslagen plaatsvonden. Toen liet ik dus die wachtaar van het Olympisch dorp, liet ik die gouden medaille zien. Nou, bij die Duitsers kenden alles. Ja. Oh, Olympiasieger. En ik mocht mijn vrouw meenemen naar binnen. Weer op mijn kamer. Toen kwam de voorzitter, die kwam. Die klopte weer op mijn kamerdeur. Hij zei, Ruska, hij zei, nou is je vrouw nog in het Olympisch dorp. Hij zegt, ik krijg last met Bram van Leeuwenhoek. Dat was de chef d'équipe van het Nederlands Olympisch Comité. Hij zegt, ik krijg last met Bram van Leeuwenhoek. Hij zegt, ze moet onmiddellijk die kamer uit. Waarom ik toen zo kwaad ben geworden, omdat er dus niets geregeld was. En ze hadden tegen mij gezegd dat het wel wat geregeld was. Toen heb ik tegen die voorzitter, ik zeg, als je nu niet maakt, ik zeg, dat je die kamer uitkomt van me, ik zeg, dan stomp ik je eruit. Ik zeg, dan sla ik je vierkant ook. Ik zeg, secreet die je er bent. Zo ben ik tekeer gegaan tegen die vent. Ik zeg, want dit is zo waardeloos. Ik zeg, wat jullie allemaal doen. Ik zeg, ik heb voor jullie al één medaille gehad. We zijn gisteravond, ik zeg, voordat mijn vrouw hier gearriveerd was, toen hebben jullie gevierd dat ik Olympisch kampioen was geworden. Ik zeg, in een nachtclub. Er werd uitgesneden zelf een salm geserveerd. Er werden biefstukken gegeten. Er werd whisky gedronken. Er werd alles gedronken. Ik denk dat het hem tienduizenden guldens heeft gekost. Ik zeg, voor mijn vrouw kan er geen hotelkamer vanaf. Ik zeg, nu mijn kamer uit. Ik zeg, of ik sla je eruit. Zeg, nee. Ik zeg, weet je wat je moet doen met die tweede medaille? Ik zeg, want ik zeg, over een week, een dikke week, ik zeg, moet ik voor die tweede medaille moet ik weer op. Ik zeg, weet je wat ik... Ik zeg, die medaille, ik zeg, die moet jij maar halen, zeg ik hem. Ik zeg, want ik ga terug naar huis. Ik zeg, ik ga liften terug naar huis, want ik had ook niet, ik had niet de gulden in mijn zak. Helemaal niks. Ik had alleen een gouden medaille, maar ik had helemaal niks. Ik had niks, totaal niks. Nou, afijn, de volgende dag zat ik dus in het bad, 7:00. Ik zat een bad te nemen, toen werd er getikt op de nou, weer die voorzitter. Als er rust kan ik met je praten. Ik zeg, met mij kan je altijd praten, zeg ik hem. Hij zegt, als we nou iets regelen voor je vrouw, hij zegt dat ze toch een kamer krijgt. Hij zegt dat we je een patiënt geven, dat ze een verschoning en een jurk kan kopen. Want ze had echt helemaal niets. Ze was er zomaar heen gekomen. Hij zegt, als we dat nou regelen, hij zegt, ben je dan genegen om je vrouw naar het hotelkamer te... Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg, waarom niet? Ik zeg, maar dat hadden jullie al geregeld. Ik zeg, maar jullie hadden niets geregeld. Ik zeg, ondanks dat jullie twee chef d'équipe hadden. Ik zeg, één voor binnen en één voor buiten het dorp. Ik zeg, maar goed, ik zeg, neem je weg. Ik zeg, regel die hotelkamer. Ik zeg, en dan komt het voor elkaar. Ik zeg, nou, dan ga ik wel op voor die tweede medaille. Nou, toen die nacht gebeurde dan ook... die aanslag, nou, dus toen stond alles eigenlijk een beetje op losse schroeven. Of dat het wel of dat het niet door zou gaan. Nou, en na een dag of 3-4 werd het dus besloten door het IOC, we gaan door met de Olympische Spelen. Het NOC wist het nog niet zeker, die moesten nog een dag langer vergaderen. Toen werd er niet, door het Nederlands Olympisch Comité, werd niet abrupt gezegd, we doen wel of we doen niet mee. Maar ze zeiden, de topsporters die dus eventueel wel... nog hun medailles zouden willen halen of mee willen doen aan een tak van sport, dat is hun eigen keus. Zij die daar bezwaar tegen hebben, morele bezwaren tegen hebben, die mogen zich terugtrekken. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een, ja, dat is weer typisch Nederlands, zeg ik altijd maar. Hè. Ik bedoel, altijd net ertussenin blijven, terwijl internationaal wordt er besloten, we gaan door. En dan zegt Nederland, hé, we moeten nog even een paar dagen wachten voordat we een besluit nemen. En dan spelen we daarna maar even de Zwarte Piet naar de spotters toe. Nee. Dus dat hield in, dus de mensen die door waren gegaan, dat waren de Zwarte Pieten. En de andere mensen die zich terugtrokken, maar dat waren wel de mensen, dat zeg ik er wel even met nadruk bij, die geen kans hadden op een medaille. Ja. Daar was het even makkelijker voor om te zeggen van, ik voel me eigenlijk moreel bezwaard en ik trek mezelf terug. Maar in ieder geval, toen moest ik dus op voor mijn tweede medaille. Ik heb dus gezegd, ik ga door, want ik wil toch kijken of dat ik Gezing kan verbeteren. En gelukkigerwijs, ja, het lukte me. Judoka Wim Ruska had er al één veroverd in de zwaargewichtklasse. En hij wilde er nog één winnen in de klasse alle categorieën. In de finale had hij een harde dobber aan de Rus Kuznetsov.
Pas na 4 minuten kon Ruska zijn tegenstander onverwacht op de mat krijgen, waarna hij hem de voorgeschreven 30 seconden in bedwang wist te houden. Ruska leverde zijn prestatie aan het einde van de Olympische Spelen, die volgens tallozen na de moord op de Israëli's gestaakt hadden moeten worden en die in deze vorm en in deze omvang naar velen verwachten niet meer zullen terugkeren. Zegt u het maar, Rijkerbloem. Ja, nou, ik nog even te zeggen, dit is zo, ja, ik heb natuurlijk niet zoveel verstand van judo, of helemaal niet. Maar het is zo duidelijk te zien dat deze man, ja, zo'n enorme postuur en dan zulke dunne enkels en polsen, dan kun je zien, het is een enorme atleet. En ja, prachtige judoka. Ja. Dat beweegt ontzettend mooi. Ik vind het echt, die hoort van mij in de galerij der kampioenen. Gewoon een hele grote. Je zat helemaal te lachen toen hij uitvaarde tegen die bons, die bobo's, tegenwoordig gewoon. Hè? Ja, nou dat was toen natuurlijk nog extremer. Ik bedoel, ik denk dat de sport wel wat professioneler is geworden in het algemeen. En ik denk dat het NOC-NSF nu natuurlijk nooit meer zou zeggen, wij laten de keuze aan de sporter. Dat is zo amateuristisch. Onvoorstelbaar laf. Ja, dat kan gewoon niet. En dan zou nu ook een unaniem besluit zijn van we gaan wel door of we gaan niet door. Maar ik had ook het idee dat jij een beetje zat te lachen, want jij bent ook niet helemaal vrij van botsingen met bestuurswezen in de Nederlandse sport. Ja. Nee, want wat zijn dat voor mensen die daar... Nou ja, goed, mensen kun je het vaak ook niet kwalijk nemen, want ze zijn natuurlijk amateurs, letterlijk amateurs. En jij bent alleen maar professioneel met je sport bezig. En er zijn toch amateurs die dan over je... Dus dat zijn huisartsen of advocaten van die doen het erbij? Of? Nou, dat nog niet eens vaak. Ik bedoel, van alles kan het zijn. Ik bedoel, het zijn mensen die weliswaar, natuurlijk, die moeten er respect voor hebben. Want ze besteden ook aandacht en tijd aan die bestuursfuncties. En je kunt moeilijk kwalijk nemen dat ze geen verstand hebben van topsport. Maar het is soms wel erg lastig. Ja, want hebben gewoon, de bestuurders van de Nederlandse sportbonden hebben gewoon geen verstand van topsport. Nee, vaak niet. Nee. En dat is, ja, dat is heel duidelijk te merken aan deze kwesties natuurlijk. Ja. Ik bedoel, inderdaad, het hele verhaal, het komt er ook zo ontzettend eerlijk uit. Ik bedoel, hij weet het nog helemaal, hij weet het gewoon helemaal tot op de detail te vertellen. Ja. En je gelooft het onmiddellijk als hij het zegt. Ja, anders sluit hij op in elkaar. Ja. Dat dilemma van als je dus, of politiek en sport moet worden gescheiden. Je zou kunnen zeggen van, bij zo'n aanslag moet je juist doorgaan. Nou, terroristen plegen aanslagen in de hoop dat ze heel veel aandacht krijgen. En als je eigenlijk gewoon zegt van, nou, sorry jongens, en je gaat weer door, dan hebben ze eigenlijk minder hun zin. Ja, precies. Ja, in feite zou je het zo kunnen bekijken.